Lizzy en Rolly ook. Lifty en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op, ik denk het wel. Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op. Ja. Ik ben die regenbeu, Dizzy. Ik ook. Het giet al een eeuwigheid. Hallo allemaal, zijn we weer. Wanneer stopt het nou eens met regenen, Bob? Het regent nog maar één dag, Rolly. Maar we vervelen ons zo onder het afdak. Mogen we nou niet even spelen, alsjeblieft? Dat lijkt me niet zo'n goed idee, Dizzy. Je wordt hartstikke vies, net als Koep en Muk. Ik vind het leuk om vies te zijn. Ja, maar als het straks droog is, ga ik jullie toch maar even wassen. Oh, lekker, Bob. Zei hij wassen? Ik hoop dat het klusje gauw klaar is. Ik word drijfnat. Zo'n buitje kan heus geen kwaad, hoor, Lifty. Hoe ziet het eruit, Wendy? Niet zo goed, boer Nijhof. De regengoot is niet alleen kapot. Er zit ook een scheur in uw regenpijp. Die moet ik ook maken. Goed hoor, Wendy. Trouwens, zo te zien wordt de regen al wat minder. Goed zo. Wie wil er eerst gewassen worden? Ik wil wel eerst, Bob. Daar gaan we, Scoop. Oh, ik wil niet gewassen worden, Rolly. Ik vind vies zijn lekker. Tuurlijk. En het hoort ook bij je werk, nietwaar? Ja, dat is zo. Mooi. Nu gauw de slang pakken en het schuim wegspoelen. Oké, Bob. Kijk uit, Bob. Je staat op de waterslang. Huh? Waarom komt er niks uit? Oh nee. Oké, Sput, kom er maar onderuit. Het regent niet meer. Oh, dank je, Hector. Ik haat nat worden. Nou, ik ga maar weer eens terug. Even flink. Hey, wat krijgen we nou? Ik kom niet vooruit. Oh, kom op, Hector. Wat doe je nou? Oh, ik zit vast in de modder. Doe niet zo raar. Je bent een trekker. Je kunt niet vastzitten. Doe je best maar. Het lukt niet, Sput. Je moet hulp gaan halen. Kalm aan maar, Hector. Dan ga ik boer Nijhof zoeken. Oké, Lifty. Kom maar met die nieuwe regengoot. Kalm aan, Lifty. Dat gaat prima. Oh nee. Oh, ik durf niet te kijken. Oké, Lifty. Ik heb hem. Ziezo, jij bent klaar. Kom maar, Muk, nu is het jouw beurt. Oh, ga jij maar eerst. Ja, maar ik ben niet vies. Oh, ik snap het al. Mag ik, Bob, alsjeblieft? Leuk geprobeerd, Muk. Je bent toch niet bang voor een beetje water? Nee, tuurlijk niet. Oh, wacht even, Muk. Hallo, met Bob de Bouwer. Oh, boer Nijhof. Een spoedgeval? Tuurlijk komen we. Arme Hector. Wat is er, Bob? Het is Hector. Hij zit muurvast in de modder. Geen punt, Bob. Ik trek het er wel uit. Dat denk ik niet, Scoop. Straks kom jij ook nog vast te zitten. Ik doe het wel, Bob. Dat is heel aardig van jullie allebei, maar dit is een klusje voor Muk. Zijn rupsbanden zijn speciaal gemaakt voor dit soort werk. Joehoe, wat een mazzel. Nu kan ik lekker vies blijven. Mag ik ook meehelpen? Nou, vooruit dan, Dizzy. Dan mag jij het touw voor me dragen. Jippie! Eindelijk mag ik buiten spelen! Laten we dan maar gauw gaan. Dit is het
lukt niet. Ik kom hier nooit meer weg. Kalm nou maar, Hector. Er is hulp onderweg. Hallo, Hector. We hebben je er zo weer uit, hoor. Mooi zo, Bob. Mooi, Hector. Dit touw bind ik vast aan je vooras. Oh. Dan knoop ik het andere eind vast aan Muk en die trek je eruit. Muk komt je redden! Ziezo, kun je hem bevrijden? Ja! Dat lukt! Goed gedaan! Hoor. Goed zo! Gedaan. Bedankt, Muk. Graag gedaan, Hector. Was best lollig. Dat heb je prima gedaan, Muk. Kom maar mee, Hector. Dan kun je naar huis. Lust jij een glaasje zelfgemaakte appelsap, Bob? Ja, lekker, boer Nijhof. Dan kan ik meteen ook even kijken hoe ver Wendy is met uw dakgoten. Daar gaan we. Kijk nou toch eens, Muk. Je bent heel erg vies. Ik ben vieze Muk! Psst, hey, Dizzy! Au! Dat ben ik ook vies! Wat is het, Dizzy? Hey! Oh, ja, een moddergevecht! Is dat klaar, Lifty? Ik dacht het wel, ja. Tot straks dan, Bob. Dag, Wendy. Schiet het al een beetje op? Het is bijna klaar. Oh, mooi. Dus je hebt Hector eruit gekregen. Ja, Muk was geweldig. Niet waar, Muk? Oh. Oh, nee. Waar zitten ze nou weer? Die halen katten kwaad uit. Ik zal ze maar gauw gaan zoeken. Tot straks, Bob. Dat heb je heel goed gedaan, Wendy. Ik heb de dakgoot en de regenpijp vervangen. Dus bij de volgende regenbui loopt alles netjes weg. Ja! Oh! 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 Je boft maar, Dizzy. Als ik zo klein was als jij, dan zou ik in de modder rollen tot ik de allervieste Muk van de hele wereld was. Wat? Bedoel je zo? Ja! Oh ja, leuk. Dizzy! Muk! Wat is hier aan de hand? Sorry, Bob. Ja, Bob. We waren lekker aan het modder gooien met Sput. Gaan jullie maar gauw mee naar de boerderij van boer Nijhof. Hij heeft een aangename verrassing voor jullie. Een verrassing? Oh, ik ben gek op verrassingen. Ook voor jou, Sput. Voor mij? Echt waar? Sput, klaar de klus, Bob. Oh, Bob, zeg nou wat het is. Ja, ja, leuk. Een verrassing. Oh, ik hoop dat het iets lekkers is. Doe je ogen maar dicht. Klaar? Klaar. Oh, dat kietelt. Wat is het, Dizzy? Zo te horen is het leuk, hè? Ja, hartstikke leuk. Oh, ik ben wel benieuwd, hoor. Niet kijken, Muk. Basbeurt. Pech gehad, joh. Oh, het is niet leuk. Niet, niet zo kinderachtig, Muk. Het is maar een beetje water. Ja, en nu ben jij aan de beurt, Sput. Wat? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Mijn neus. Heeft er iemand een nieuwe wortel? Lift.
Lifty en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en oh, ik denk het wel. Titus en Bert, Hector en Sput, kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en oh. Kijk eens wat de postbode bracht, Finn. Wat zou erin zitten? Oh, fijn! Mijn nieuwe schoenen! Hoe vind je ze, Finn? Weet je, ik denk dat ik ze maar aantrek naar het werk. Lifty, jij gaat met Bob mee. Hij heeft je hulp nodig bij een kapot hek. Oké, Wendy. Muk, Scoop, jullie gaan met mij mee. Goed, Wendy. Ja, gaaf! Bob, wat zit er in dat pakje? Mijn nieuwe werkschoenen. Sst, iedereen. Ik hoor iets piepen. Ik hoor helemaal niks, hoor. Oh ja, nu hoor ik het ook. Rustig maar, Lifty. Dat is geen muis. Als jij het zegt, dan is het goed. Bob, ik zie al waar dat gepiep vandaan komt. Waar dan? Je nieuwe schoenen. Je moet ze inlopen. Het leer is nog stug. Bob, piep. Je hebt een spuitje olie nodig, Bob. Je hebt gelijk, Scoop. Nou, laten we dan maar eens aan de slag gaan, hè? Zal ik je even brengen, Bob? Nee, Lifty, ik ga te voet. Daar kan ik mijn nieuwe schoenen inlopen. Kunnen wij vertrekken? Nou en of! Ik dacht het wel, ja. Ik zei je toch, Hector, de kortste weg naar de werkplaats is op de kruising linksaf. Nee hoor, rechtsaf. Nee, jouw rechts is voor mij links. Hoe kan rechts nou links zijn? Nee, links is wel links, maar wat voor mij links is, is voor jou rechts, snap je? Links is links en rechts is rechts. Ja, nee. Ja, weet je, de ene keer wel en de andere keer niet. Waar zijn jullie het niet over eens? De kortste weg naar de werkplaats van Bob. Oh, ja. Ze zeggen wel eens dat de weg die de kraai vliegt de kortste weg is. Wat dat hoor? Of moet ik misschien zeggen de weg die Bert vliegt. Het betekent dat de kortste weg ergens naartoe altijd een rechte lijn is. Ik loop sneller dan zo'n suffe vogel kan vliegen. Dat weet ik zo net nog niet, Sput. Kom mee, Hector. We moeten aan de slag. Dag. Ik zal ze leren. Kom op, Bert, wie het eerst bij de werkplaats is. Sput, klaar de klus! Oké, Lifty, daar gaat hij dan. Ietsje naar links. Tikje naar rechts. Oké, recht naar beneden. Heel voorzichtig, hoor. Zo. Dat is gepiept, Lifty. Nu lust ik wel een boterhammetje. Wat heb je in je trommeltje? Iets heel lekkers. Boterhammen met currysalade. En een heerlijk puddingbroodje. Hey! Vlug, Lifty! Hij waait weer achteraan! Oh, wat ben ik moe. En ik heb zo'n trek. Wie zijn trommeltje zou dit zijn? Nou ja, voor de eerlijke vinder. Even proeven. Currysalade. Wat is dat? Een puddingbroodje.
Hey, wacht op mij, Bert. Ik bewaar hem wel tot ik op de werkplaats ben. Oh, ik hoop maar dat mevrouw van Drunen blij is met haar nieuwe keuken. Ah, ja! Oh. Opruimen is niks aan, Wendy. Kunnen we niet iets leuks gaan bouwen? Zoals een supergave speelplaats of... Nee, Muk. Opruimen na een klus is net zo belangrijk als de klus zelf. Oh, oké, Wendy. Hebbes, Lifty. Oh, goed zo. Nu lust ik echt wel een boterhammetje na al dat rondrennen. Wacht eens. Wie heeft er aan mijn boterhammen gezeten? En waar is mijn puddingbroodje? Heb jij het gezien, Lifty? Nee. Ik heb het voor het laatst gezien. Toen... Muizen! Muizen! Muizen? Muizen! Kom terug, Lifty. Dat zijn geen muizen, het zijn mijn schoenen maar. Muizen! Kom terug, Lifty. Muizen! Poeh, dat is klaar. Hallo, Wendy. Ben even bezig. Dag, Wendy. Muizen. Wat is er? Muizen? Lifty, waar? Ach, mijn rug. Kijk, muizen. Lifty, er zijn geen muizen. Kijk maar. Oh, muizen. Lifty, je had gelijk. Gossie. Oh, kijk. Ze vinden mijn piepschoenen wel grappig, zie je dat? Oh, help, help. Ik vind ze eng. Ik vind ze zo eng. Ik ben er helemaal naar Bob's zijn werkplaats. Zoals de kraai vliegt. Ik heb Bert verslagen. Oh. Nou, dan eet ik mijn puddingbroodje maar op. Sput? Wat heb je daar, Sput? Een broodje, Bob. Hij is echt heerlijk. Is hij van jou? Ja, die is van mij. Je mag nooit zomaar iets pakken zonder het eerst te vragen. Ik wist het niet, Bob. Het spijt me heel erg, Bob. Ik zal het nooit meer doen, Bob. Eet je hem helemaal alleen op? Oh. Nee, ga weg. Nee, die is van mij. Nee. Oh, lieve help. Oh, hallo. Hallo, Wendy. Oh, hallo, Bob. Waar rent Sput nou naartoe? Oh, die brengt een paar vriendjes naar huis. Bob, heb je het gemerkt? Je schoenen piepen niet meer. Je hebt gelijk. Dan zijn ze zeker ingelopen door al dat geren. Heb je zo'n drukke dag gehad? Niet echt. Je zou kunnen zeggen dat het muisstil is geweest. Ga weg, ga weg, nee, weg met jullie. Ik ben een enge kat met hoektanden. Miauw.
Lifty en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ik denk het wel! Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ja! Goedemorgen allemaal. Wat ben jij vroeg, Bob? Hebben we zoveel klusjes vandaag? Nee, Scoop. Er staat maar één klusje in het boek. En Wendy heeft beloofd dat zij dat voor me doet, want ik heb vandaag vrij. Oh, wat ga je allemaal doen, Bob? Ik ga lekker eens een dagje naar de vogeltjes kijken, Dizzy. Met een beetje geluk kan ik een foto maken van de blauwe nachtegaal. Tja, Dizzy, dat is een heel zeldzaam vogeltje dat prachtig kan zingen. Wat kan dat vogeltje nog mooier zingen dan ik, Bob? Oh, yeah! Nee, dat kan toch niet, Rolly? Hoe dan ook, hij laat zich haast nooit zien in deze streek, maar boer Nijhof denkt dat er eentje bij hem in de wei zit. Goed, dan ga ik maar eens. Dag allemaal, veel plezier vandaag. Tot morgen, Bob. Veel plezier, hè? Kijk eens, jongens. Ik ga ook vogeltjes kijken. Morgen, Titus. Even kijken. Nu alleen nog even de bestellingen en rekeningen uitprinten. En dan kan ik met Scoop en Muk die muur gaan maken. Dat is gek. De computer doet het niet. Oh jee. Dat klinkt niet zo best. Oh, gauw de winkel bellen en vragen of iemand hem even komt maken. Ah, wat een prachtige dag om naar de vogels te kijken. Hè? Wacht eens even. Dat getjilp klinkt precies als... de blauwe nachtegaal. Nu moet ik heel stil zijn, anders jaag ik hem weg. Ik heb hem. Oh nee. Het dopje zit nog op de lens. Nu is die foto mislukt. Oh. Hallo? Sorry dat ik je stoor op je vrije dag, Bob. Maar de computer doet het niet. Oh jee. Dat betekent dat ik niet weg kan, want ik moet wachten op die man van de winkel. Zou jij dat muurtje voor me willen maken? Natuurlijk, Wendy. Ik kom er al aan. Geef Scoop mijn helm en spullen maar mee en stuur hem en Muk maar naar het muurtje. Oké, Bob. Oh jee, wat een puinhoop. Kunnen wij dat maken? Nou en of! Goed jongens, we zijn klaar. Jullie mogen terug naar de werkplaats. Waar ga jij naartoe, Bob? Naar het weiland van boer Nijhof. Ik ga nog eens proberen of ik die blauwe nachtegaal op de foto kan krijgen. Dag! Dag, tot ziens! Hey, jeetje. De computer doet het nog steeds niet. Wanneer komt die man nou eindelijk eens? Oh, een fax van meneer Spijker, de bouwinspecteur. Het is een spoedklus. Thank you.
Oh, nee. Niet nog eens. Hallo. Hallo, Bob. Oh, hoi, Wendy. Is die man van de computer er al? Nee, nog steeds niet. En er komt net een spoedklus binnen. Er is een lantaarnpaal omvergereden en er moet een nieuwe staan voor het donker wordt. Oh, nee. Ik weet dat je vrij hebt, maar kun jij dat maken? Nou, en of. Goed, jongens. Als we opschieten, kan ik toch nog even genieten van wat er van mijn vrije dag over is. Voor mekaar, Bob. Oh, hallo. Ik kom voor de computer. Sorry dat ik zo laat ben, maar ik kon het niet vinden. Oh, we staan in het telefoonboek. Ja, sorry. Dat had ik laten liggen. Maar ik heb mijn boterhammetjes wel bij me. Komt u maar gauw binnen. Oh, u hebt een poes. Ik moet altijd niezen van poesen. Of was het nou van pindakaas? Ik weet dat ik ergens van moet niezen. En ja, in ieder geval, wat is er aan de hand? Nou, als ik op de toetsen druk, gebeurt er niks. En vanmorgen maakte u wel een heel gek geluid. Gekke geluidjes, hè? Geluidjes. Nou, eens even kijken. Ja. Oeh, ja. Ja, u hebt gelijk. Er gebeurt helemaal niks. Oeps. Hallo, met Bob's werkplaats. Oh, jee. Oh, oké. We komen meteen. Oh, alweer een spoedklus. En een flinke ook. Nou moet ik Bob weer bellen. Hatsio! Oh, was ik toch allergisch voor poezen. Wat is er, Bob? Dat was Wendy's koep. Er is een waterleiding gesprongen en de weg staat blank. We moeten er nu direct naartoe. Zo, we draaien de kraan dicht en zuigen al het water weg met deze pomp. Dan kunnen we aan het werk. Dat moet lukken. Ziezo. De computer is weer heel, denk ik. Oh, fijn. Wat was er nou kapot? Oh, ik denk dat u muizen hebt. Dit vond ik achter de computer. Oh, Titus. Oh, en dat was mijn bammetje met tonijn. Oh, Titus. Lieve help. Ik smeer gauw nieuwe voor u. Oh, dat hoeft niet hoor. Ik moet er weer gauw vandoor. Ik voel namelijk weer een nies bij opkomen. Hatsio! Zie je wel. Het spijt me van je vrije dag, Bob. Is het nog gelukt om een foto te maken? Nee. En het duurt vast een hele tijd voordat ik weer zo'n kans krijg. De blauwe nachtegaal komt niet zo vaak voor in deze streek, weet je? Wacht eens. Dat lijkt wel. De blauwe nachtegaal. Hij zit op je kraam, Liefdie. Blijf staan, dan maak ik gauw een foto. Het is toch geen eng beest, hè, Bob? Hebbers! Oh, ik ben blij dat je hem hebt, Bob. Maak je ook een foto van ons, Bob? Goed idee, Rolly. Allemaal netjes naast elkaar. Lach eens naar het vogeltje. Cheers! En Rolly ook.
Lifty en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ik denk het wel. Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Zo jongens, het wordt een hele drukke dag vandaag. Jawel, maar van deze twee klussen wordt ons stadje wel veel mooier. En de gemeente heeft inspecteur Spijker gevraagd om te kijken of we het wel goed doen. Wat moeten we dan doen, Bob? Luister, Scoop. Jij, Rolly en ik gaan de oude stortplaats bedekken met gras. We maken er een park van. Een park? Nieuw gras? Hoera! Dan mag ik lekker walsen. En wat moeten wij dan doen? Jij, Lifty en Dizzy gaan met mij mee naar de oude treinbaan. We gaan de rails weghalen en maken er een nieuw fietspad van. En de treinen dan? Oh, maak je geen zorgen, Lifty. Er zijn geen treinen. Het spoor wordt niet meer gebruikt, maar er liggen nog wel veel rails. En die mag jij opruimen. Alsjeblieft, Lifty. Je mag niet. Daarmee kun je de rails makkelijk ophijsen. Denk erom, Lifty. Die magneet is heel erg sterk. Je moet goed nadenken om hem te sturen. Oké, Wendy. Je moet beter opletten, Lifty. Je moet hem sturen. Sorry hoor. Wauw, dat is leuk. Rustig maar, Lifty. Je leert het vanzelf wel. Goed zo, jongens. We gaan. Kunnen wij het maken? Nou en of! Ik denk het wel, ja. Lifty, voorzichtig met die magneet, hoor. Wendy, weet je zeker dat er geen treinen zijn? Ja, hoor, Lifty. Hier rijden al jaren geen treinen meer. Let op, ik maak de rails los van de bielsen en jij legt ze in de laadbak van Muk, oké? Ja, goed, hoor. Goed dan, jongens. We gaan aan het werk. Morgen, meneer Spijker. Morgen, Bob. Zo, eens even kijken. Stap 1, anders opruimen. Precies, meneer Spijker. Dat is klaar. Stap 1 is klaar. Wat een mooie pen heeft u, meneer Spijker. Oh ja, dat is mijn allermooiste. Die heb ik gekregen van de burgemeester. Erg mooi, hoor. Oh, dank je. Goed dan, wat nu? Stap 2? Och ja, stap 2 natuurlijk. Het gras leggen. En als laatste stap 3, plat rollen. Alles volgens plan? Alles volgens plan, meneer Spijker. Dat wist ik wel hoor, Bob. We kunnen altijd bouwen op jou en op je team. Mooi. Ik ga maar eens kijken hoe het gaat bij Wendy. Tot ziens maar weer. Tot ziens, meneer Spijker. Dag. Dag. Hallo, meneer Spijker. Hallo, Wendy. Ik kom eens kijken hoe het hier gaat. Oh, goed. Heel goed. Ja, toch, Lifty? Ik denk het wel, ja. Ah, Lifty, je gebruikt je magneet, zie ik. Ja, meneer Spijker. Best lastig, zo'n magneet. Fijn om te zien dat je er zo goed mee om kunt gaan. Ja, meneer Spijker. Tja, Wendy. Zo te zien gaat het hier allemaal wel goed. Oh, ja, meneer Spijker. Goed zo, mooi. Dan ga ik maar weer eens naar de stortplaats. Dag. Dag, meneer Spijker. Oh.
Dolly, ga je gang maar. Ja, lekker walsen. Met dit tempo zijn we gauw klaar. Wat zal meneer Spijker blij zijn. Goed zo, Muk. Nu mag je alles naar de stortplaats brengen. Goed, Wendy. Wat mag ik doen, Wendy? Jij mag met Muk mee. Helpen uitladen. Ja, dat is goed, Wendy. Nou, kom op dan, Lifty. We moeten opschieten. De stortplaats gaat zo dicht, hoor. Muk, kun je wat langzamer rijden? We moeten opschieten, Lifty. Als we niet op tijd op de stortplaats zijn, moeten we al die rommel weer meenemen naar de werkplaats. Dat weet ik wel, maar... Schiet op dan! Oh, niet zo hard. Dat gaat mis. Oh, dan gaat het mis. Oh, oh, oh. Dat ligt er mooi bij, Rolly. Ah, meneer Spijker. We zijn net klaar toevallig. Wat vindt u ervan? Heel goed gedaan, Bob. Ik kan je afvinken. Mijn pen. Hij is weg. Oh jee. Wanneer had u hem voor het laatst? Ja, met jou. De eerste keer. Ik heb hem zeker laten vallen. Oh nee. Dan ligt hij onder het gras. Dan moeten we alles omspitten. Een cadeau van de burgemeester. Hallo, Muk. Wat doe jij hier nou ineens? Wendy zei dat Lifty en ik dit puin hier moesten storten. Nee, Muk. Dit is de oude stortplaats. Het is nu een park. De nieuwe stortplaats is een stukje verderop. Oh, ja. Natuurlijk. Nou, dan ga ik maar gauw, hè. Je zei net toch dat Lifty bij je was? Net nog wel, maar... Ahoy, Bob. Ik heb onderweg wat dingetjes opgepikt, geloof ik. Dat kun je wel zeggen, Lifty. Maar je brengt me wel op een idee. Als je dat allemaal gevonden hebt, dan vind je misschien ook wel de pen van meneer Spijker. Mijn pen. Knap stukje magneetwerk. Heel goed hoor, Lifty. Superkraan. Fantastisch, Lifty. Ik wist dat je het kon. Goed gedaan, Lifty. Bedankt, meneer Spijker. Nou, ik ga maar weer eens, Bob. Tot ziens allemaal. Bob, zal ik dit maar gauw wegbrengen? De stortplaats gaat zo dicht. Nee, wacht even, Muk. We hoeven niks weg te gooien. Ik heb een veel beter idee. Ziezo. Ga maar lekker zitten, Wendy. Oh, wat ben je toch handig, Bob. Ook nog een bankje om ons stadje nog mooier te maken. Wow! Oh, Lifty. Oh, Lifty. Oh, sorry. Oh. Gaan weer los, Bob en zijn maatjes
maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ik denk het wel. Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Kom maar met je laatste vrachtje stenen. Oké, waar wil je het hebben? Leg het hier maar neer, Muk. Oké, Rolly. Kom mee, Bert. Dan gaan we lekker walsen. 2, 3, 4. En rechts, 6, 7, 8. En walsplaat. Oh, oh. Oh, stop. Rolly, stop. Wat is er, Dizzy? Kijk, daar ligt een steen. Hoofd! En hij beweegt! Oh. Oh, kijk, Bob. Een schildpad. Waar kom jij ineens vandaan? Het is maar goed dat jij hem zag, Dizzy. Anders had hij misschien een heel erg ongeluk gehad. Ja! Hallo, schildpad. Sorry, hoor. Ben je erg geschrokken? Ah, je lijkt wel een beetje op me, hè? Langzaam, maar je komt waar je wezen wil. Oh, en wat ga je met de schildpad doen, Bob? Dat weet ik niet, Dizzy. Hij kan hier niet blijven zolang we met die bushalte bezig zijn. Dat gaat niet goed. Breng hem dan zolang naar de werkplaats. Dan kan Muk het bushokje ophalen en Lifty naar mij toesturen. Goed idee, Wendy. Mag Timmy dan ook mee, Bob? Timmy? Timmy Schildpad. Zo heet hij. Natuurlijk mag hij mee, Rolly. Dag. Kijk eens, Timmy. Daar zit je veilig. Dan zal ik een hok voor je bouwen. Klaar, Lifty? Ik heb het bushokje. Mag jij het busbord dragen? Oh, nou, dat is goed, ja. Oh, 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 oh. Dus we moeten Timmy's baasje zoeken. Nee, dat gaat niet, Dizzy. De schildpad is een bedreigde diersoort. Er is iemand die heel erg veel van Timmy houdt. Zijn baasje loopt vast overal te zoeken. Je hebt gelijk, Scoop. Gaan jullie maar eens vragen of een van onze buren een schildpadje kwijt is. Voor de bakker, Bob. Kunnen wij hem vinden? Nou en of! Dan ga ik gauw een hok bouwen, zodat Timmy niet nog eens kan weglopen. Doe maar rustig aan, hoor. Timmy loopt heel langzaam. Net als ik. Hei ze maar, Lifty. Tommy? Tommy? Oh, waar zit je nou? Bent u iets kwijt, mevrouw Tuit? Ja, Dizzy. Mijn schildpadje is verdwenen. Hoe ziet hij eruit? Tja, hij is rond. Met 4 pootjes en een hoofd. Wij hebben een schildpad. Oh, gelukkig maar. Is alles goed met hem? Ja hoor. Komt u maar mee. Hallo, Scoop. Heb je Timmy's baasje gevonden? Nee, ik heb het overal gevraagd, maar niemand is een schildpadje kwijt. Oh, jee. Oh, ik moet goed op Timmy passen, want hij mag niet nog eens weglopen. Oh, wat is het warm. Nou, vooruit, Rolly. Hou je ogen open. Oh. Oh.
Wat een prachtige kroppen sla heeft u daar. Die zijn vanmorgen vers geplukt. We zijn onderweg naar de markt. Kijk toch eens uit, Bert. Die zijn lekker vers. Mag ik er een voor het schildpadje dat we hebben gevonden? Oh, wie is zijn baasje dan? Dat weten we nog niet, maar we zijn wel op zoek. Ach, zoek maar een mooie krapsla uit. Dankjewel, Boer Nijhoff. Als ik iemand tegenkom die zijn schildpad kwijt is, dan hoor je het wel. Dag, Bob. Dag. Waar zit je? Timmy is weg, Rolly. Oh, weg? Waarheen? Kijk eens, mevrouw Tuit. Hier is uw schildpadje. Waar is mijn Tommy? Waar is mijn Timmy? Nee, Rolly, hij heet Tommy. Timmy! Tommy! Ik moet heel stil blijven staan. Ik mag Timmy niet platwalsen, Tommy. Kan je hem zien, Bert? Timmy! Bob, wat is er? Oh, Wendy, het schildpadje is zoek. Wat? We hebben overal gezocht. Ja, als hij niet op de werkplaats is, dan loopt hij vast ergens op straat rond. Oh nee, niet op de straat. Oh, rustig maar, mevrouw Tuit. We vinden hem heus wel. Zijn jullie ook iets kwijt? Mijn Tommy! Timmy! Hij lag lekker te slapen op de bodem van mijn kar. Hij heeft zijn buikje volgegeten met verse sla. Dat nieuwe hok houdt Timmy... Tommy wel veilig van de straat. Ik vond hem er echt uitzien als een Timmy. Maar nou ziet hij er toch meer uit als een Tommy. Je mag zelf weten hoe je hem noemt, hoor, Rolly. Ik ben blij dat ik hem terug heb. Weet je, ik heb Tommy gekregen toen ik nog klein was. Oh ja? Ik wist niet dat schildpadden zo oud werden. Ik bedoel, wat ik wilde zeggen was... Ach, ze kunnen wel 50 of 60 jaar oud worden, hoor. Ik zal je missen, Tommy. Oh, je mag altijd bij Tommy op bezoek komen, hoor, Rolly. Echt waar? Heus waar. Oh, leuk! Ah, dat was een drukke dag. Ja, nou, de bushalte is mooi geworden, toch, Liftie? Ik denk het wel, ja. Ik vond een schildpad. En ik vond zijn baasje. Ah, ik zal dat kleintje wel missen. Maar ik ben wel blij dat hij weer bij mevrouw Tuit is, want daar hoort hij. Oh, stil maar, Robert. Jij blijft mijn allerbeste vriendje. Slaap lekker. Gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol.
Werken ze samen, is niks het te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ik denk het wel! Titus en Bert, Hector en Sput, kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Geef me nog maar een plank aan, Wendy. Hij is nog niet klaar, Bob. Die zaag is zo oud en stomp dat ik niet door het hout heen kom. Oh, ja, ik had hem al een hele tijd willen slijpen. Ik denk niet dat dat nog helpt, Bob. De tanden zijn afgesleten. Je moet echt een nieuwe hebben. En we hebben mevrouw Tuit beloofd dat haar hek vandaag klaar zou zijn. Oh, ja. Weet je wat? Laat mij maar even zagen. Dan kan jij die planken vasttimmeren. Goed hoor, Bob. Oh. Huh? Oh jee, je hebt gelijk, Wendy. Die oude zaag is echt stomp. Hallo, Bob. Hallo, Wendy. Hallo, Scoop. Is het al tijd om naar huis te gaan? Hoog tijd. En het hek is nog maar half klaar. Ga je al naar huis, Bob? Ik ben bang van wel, mevrouw Tuit. Morgen komen we terug om uw hek af te maken. Dat beloof ik. Weet je, Titus, dat hek was vandaag wel afgekomen als die oude zaag niet zo stomp was. Dus ik ga nu een nieuwe zaag bestellen. Alleen voor Wendy. Per slot van rekening doet ze net zoveel zaagwerk als ik. Weet je, Bert, Bob is echt aan een nieuwe zaag toe. Piep, piep. Oh, hallo, met de gereedschapswinkel? Ja, ik wil graag een zaag bestellen. Oh, hij komt morgenochtend al. Geweldig! Dank u wel, hoor. Wat zal Wendy blij zijn. Oh. Ook goeiedag, Sput. Oh, je kijkt niet erg blij. Ik vervel me dood, Hector. Moet je geen vogels wegjagen voor boer Nijhoff? Oh, maar dat doe ik altijd al. Ik kan zoveel meer doen om de mensen te helpen. Maar niemand vraagt me ooit. Ze denken dat ik alleen maar kattenkwaad uithaal. Maar dat is toch ook zo, Sput? Ha, nou, vandaag ga ik echt iemand helpen. Wacht jij maar. Oh jee. Wat zoek je, Bob? Ik verwacht een pakje, Dizzy. Postbode Mekkers had er eigenlijk al lang moeten zijn. Oh, wat is het dan voor pakje, Bob? Is het een cadeautje? Ik ben gek op cadeautjes. Dat vertel ik je nog wel, Dizzy. Oh, de telefoon gaat. Hallo, ben jij dat, Bob? Met postbode Mekkers? Goedemorgen, Mekkers. Ik heb een pakje voor je, maar mijn postauto doet het niet. Hij staat in de garage, maar ik kan morgen pas weer pakjes bezorgen. Sorry, Bob. Maar het was een verrassing voor Wendy. Wacht eens, ik kom het straks wel even ophalen. Oké, Bob, tot straks. Dag, meneer Mekkers. Wat is dit? Oh, lieve help. Oh, hallo allemaal. Sorry dat ik zo laat ben. Ik verwachtte een pakje, maar dat is niet gekomen. Een pakje? Dat is gek. Bob verwachtte... Werk aan de winkel, jongens. We moeten naar een spoedklus. Er is een boom omgewaaid en die verspert de weg. Dus die moeten we direct gaan weghalen. Dus we kunnen je niet meer helpen met het hek van mevrouw Tuit, Wendy. Oh, dat geeft niks, Bob. Dit is een noodgeval. We zijn zover, Bob. Kunnen wij het maken? Nou, en of! Ik denk het wel, ja. Oh, als mijn auto morgen niet gemaakt is, hoe moet ik al die pakketjes dan bezorgen? Oh, vast weer iemand die wil weten waar zijn pakketje blijft. Dus die pakjes moeten bezorgd worden. Daar kan ik mooi bij helpen. Postbode Sput, klaar te klus. Er lagen toch drie zakken toen ik naar binnen ging?
Wat is die zak zwaar, zeg. Daarom gaat postbode Mekkers altijd met de auto. Hallo, Sput. Hector, wat doe jij hier nou? Ik heb een vrachtje bloemkolen naar de markt gebracht. En wat doe jij? Ik bezorg pakjes voor postbode Mekkers. En jij kunt me helpen. Sput, is dat nou wel zo'n goed idee? Tuurlijk wel. Ik zei toch dat ik postbode Mekkers help die pakjes te bezorgen. En wat vindt hij daar dan zelf van? Die is vast blij. Maar hoe weet je voor wie die pakjes zijn? Je kunt niet lezen. Nou en, postbode Mekkers rijdt alleen maar een beetje rond en geeft pakjes af bij de mensen. Dat kan ik ook. Rijden, Hector. Oh. Uw pakketje. Oh, dat zit goed ingepakt, zeg. Pakje voor Wendy. Pakje voor Bob. Zie je wel? Niks aan. Ziezo, dat is klaar. Zo, even bellen voor dat pakje. Hallo, meneer Mekkers. Met Bob. Ik kom een pakje even afhalen. Wat? Is het verdwenen? Oké, ik bel u terug als ik het vind. Dag. Luister, jongens. Postbode Mekkers is een postzak kwijt. Die waar mijn pakje in zit. Scoop, wij gaan samen kijken of we het kunnen vinden. Kom mee. Oh, ziezo, mevrouw Tuit. Eindelijk is het klaar. Oh, hoho, wat is dat mooi geworden, Wendy. Pakje per express. Oh, maar ik... Geen dank, hoor. Sput de postbode, dat ben ik. Maar ik had een nieuw hoedje besteld. Hoi, Wendy. Hallo, mevrouw Tuit. We zijn op zoek naar een postzak van postbode Mekkers. Heb jij die gezien? Oh, Sput en Hector hebben hem. Ze gingen die kant op. Juist, ja. Vooruit, Scoop. Rij maar. Ziezo, het laatste pakje, Hector. Zie je? Ik zei toch dat er niks aan was? Daar zijn ze. Sput, wat doe je met die postzak? Ik help postbode Mekkers met bezorgen. Maar je hebt alles verkeerd bezorgd. Heb je de adressen niet gelezen? Ja. Zie je nou wel, Sput? Ik wilde alleen maar helpen. Dat weet ik wel, Sput. Maar nu moet je alle pakketjes weer ophalen en ze terugbrengen naar het postkantoor. Oké, Bob. Sorry, Bob. Dan mag je ze samen met postbode Mekkers opnieuw bezorgen, maar deze keer wel bij de goede mensen. Kom mee, Hector. Postbode Sput, klaar te klus, Bob. Hallo allemaal. Bob is er weer. Heb je de postzak gevonden? Sput en Hector hadden hem. Ze wilden alleen maar helpen. Bob, er is een pakje voor je, denk ik. Dank je, Lifty. Oh, dat is niet voor mij. Hij is voor Wendy. Bob, dit vond ik toen ik thuis kwam. Het is aan jou gericht. Kijk! Ze hebben allebei een pakje. Ja, ik ben benieuwd wat erin zit. De zaag die ik besteld had. Ik heb er ook een besteld. Weet je, Wendy, ik had hem voor jou besteld. Oh, Bob, en deze zaag heb ik voor jou besteld. Wat lief, Wendy. Dank je wel. Zo te zien heeft Sput toch nog iets goed gedaan. Sput de postbode klaar te klus, Bob. Gaan weer los, Bob en zijn maatjes
maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ik denk het wel. Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Nou, ik zal maar gauw gaan, Bob. Je moet een heleboel telefoonpalen plaatsen. Oké, Wendy, ik bel je als ik Muk en Lifty nodig heb. We lopen heus niet weg, hoor. Wij gaan inventariseren. Kunnen wij het maken? Nou, en op! Ik denk het wel, ja. Zo, jongens. Zijn jullie klaar om te inventariseren? Helemaal klaar, Wendy. Ik weet alleen niet wat wat dat is. Kijk, Rolly. Dat betekent dat je al je spulletjes en gereedschap telt. Zodat je weet wat je hebt en dat zet je op een lijst. Oh, ik begrijp het. Zo, en als jij nou telt wat hier allemaal buiten ligt, dan tel ik alles op kantoor. En ik kom straks kijken hoe het gaat. Haha, jippie! Ik ben dol op tellen! Nou, en of! Ik tel de buizen wel. 1, 2, 3, 4... Wat komt er nou naar 4? Zo, eens kijken. 7 potloden, 5 pakken papier, 4 rollen plakband. Oh, hallo Titus. Wat heb je daar nou? Oh, dat zijn Bob zijn oude werkkleren. Goed zo, Scoop. Even pauze, hoor. Dan kan ik Wendy even bellen. Oké, Bob. 37 paperclips. Oh. Hallo, met Bob's werkplaats. Hallo, Wendy. Schiet je al op met inventariseren? Oh, jawel, hoor. Dat is waar ook. Er lag een zak met oude kleren onder het bureau. Oh, ja. Die wilde ik naar de container brengen, maar ik ben het vergeten. Oh, ik ga straks naar de stad. Zal ik ze meenemen? Graag, Wendy. Oh ja, ik belde eigenlijk om te zeggen dat ik Muk en Lifty bijna nodig heb. Oké, Bob. Dag. Zo, Scoop. Ik ga even. Ik ben zo weer terug. Voor elkaar, Bob. Tot straks dan maar. Wat ben je aan het doen, Scoop? Ik heb even pauze. Ik ga zo weer aan het werk. Oh, jij bent altijd aan het werk. Trap je nooit eens een beetje lol? Tuurlijk wel. Ik hou best van een lolletje. Mooi. Zullen we dan nu lol gaan trappen? Wat voor lol? Lollige lol. Je weet wel, grappen maken. Kattenkwaad. Ach, ik heb toch pauze. Mooi. Kom mee dan. Zo, Muk en Lifty. Bob heeft jullie nodig. Hij gaat nu naar de boerderij, oké? Oké, we gaan. Dag, Wendy. Dag, tot straks. Veel plezier. Daar komt hij aan. Hallo, Hector. Heb ik geen mooie toverstroobaal? Kun je daarmee toveren? Hij kan vliegen, net als een vliegend tapijt. Niks van waar, dat zeg je maar. Oh ja? Let maar eens op dan. Abracadabra. Til me nu maar op. Oh, hij vliegt echt. Kom mee, Scoop. We zoeken nog iemand die we beet kunnen nemen. 3 plus 3 is 6. Daar nog eens 3 bij. En dat is dan 19. Dat komt toch? Stop maar, Scoop. Til me op. Wacht maar tot Muk mijn enge stem in de lucht hoort. Wat een grap. Ga je gauw verstoppen. Oké, Sput. Wat was dat? Oh, pas op voor de stem in de lucht.
gezicht. Oh! Dat lijkt wel een spook. Ik ben weg. Zeg, wacht eens even, Scoop. We gaan nog meer lol trappen. We zullen Lifty ook eens lekker laten schrikken. Oh, nee, Sput. Lifty is echt bang voor je. En mijn pauze is ook om, dus ik moet weer aan het werk. Hé, wat ben jij flauw. Oh, dan ga ik hem zelf wel zoeken. Oh, eens kijken. De boerderij van Nijhof is die kant op. Tenminste, dat denk ik wel, ja. Daar komt ie. Nog leuker dan ik gedacht had. Oh, help. Ik zit vast. Help. Dat is een goeie, Lifty. Vooruit, kom maar weer overeind, hoor. Nee, dat kan ik niet. Hoezo kun je dat niet? Oh, ik kan me niet bewegen. Oh, nee. Hou vol. Ik ga hulp halen. Scoop, Scoop, Scoop. Wat is het nou weer, Sput? Ik heb het druk. Lifty is omgevallen en ik kom niet meer overeind. Je moet hem helpen. Ja, hou op met je grapje, Sput. Ik ben nu aan het werk. Maar Scoop, Lifty zit echt in de problemen. Wat zeg je, Sput? Zit Lifty in de problemen? Lifty zit vast. Eerlijk waar, Bob. Tja, hij had hier eigenlijk al moeten zijn. Voor alle zekerheid, kom mee, erop af. Lifty! Rustig maar, we hebben je zo weer op je wielen. Oh, ik hoop het. Oké, allemaal tegelijk. Ziezo, Lifty, ben je nog heel? Ik denk het wel, ja. Dank je, Bob. Dank je, Scoop. Bedankt, Sput maar. Hij kwam bij ons om hulp vragen. Eigenlijk is het mijn schuld, Bob. Ik maakte Lifty aan het schrikken en toen is hij omgevallen. Oh, juist, ja. En wat zeg je dan, Sput? Het spijt me, Lifty. Oh, geef niks hoor, Sput. Zo gaat hij goed, Lifty. Zo, dat zit erop, jongens. Alweer een klus geklaard. Ook al heeft dat grapje van Sput ons wel veel tijd gekost. Ja, dat was nou helemaal geen leuk grapje, hoor. Sput denkt ook nooit eens na. Oh, je brengt me op een idee, Scoop. Oh, he, eindelijk klaar. Jullie hebben allebei goed je best gedaan, hoor. Oh, hallo met Bob's werkplaats. Oh, hallo, Bob. Ja, je oude kleren liggen hier nog. Hoezo? Ach ja, uit met de pret. Tijd om vogels weg te jagen. Hé, wacht even. Wie is dat? Wat doet hij hier? Heeft boer Nijhof je niks gezegd? Hij vond je veel te ondeugend. Nu heeft hij een andere vogelverschrikker. Wat? Nee, dat kan hij niet maken. Wat moet ik dan? Hé, jij mag daar niet staan. Ik ben hier de vogelverschrikker. We hebben je mooi te pakken, Sput. Nee, Bob. Dat is echt niet grappig, hoor. Kom op, Sput. Ik dacht dat je wel van een grapje hield. Oh, ja, ik... Dat is ook wel zo. Hier, je mag mijn neus wel even lenen. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Scoop, Muk en Dizzy en Rolly ook.
en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ik denk het wel! Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Goedemorgen, Bob. Gaan we vandaag die garage afbouwen? Jazeker, Scoop. En de burgemeester is er vast erg blij mee. De deuren gaan automatisch open. Echt een garage voor een burgemeestersauto. Alleen het dak moet er nog op. Niet waar, Lifty? Dat dak zal moeten wachten tot morgen, Bob. En ik heb beloofd dat we het vandaag zouden doen. En ik... Wendy? Oh, wat ben je mooi! Erg mooi. Maar ben je niet bang dat dat een beetje smerig wordt als je aan het werk bent? Oh, Bob. We hebben een etentje in het stadhuis, weet je nog? Oh ja. Maar het is al zo lang geleden dat ze ons gevraagd hebben. Dat zijn ze vast vergeten. Bob? En dan moet ik me net de pak aan. En dat zit niet lekker. En de burgemeester is niet blij als zijn garage niet op tijd af is. Die komt heus wel op tijd af. Scoop? Ja, Wendy? Kun jij zorgen dat de garage vandaag afkomt? Bedoel je, ik, de baas? Inderdaad. Luister, die staat nog zo. Echt waar? Wauw! Ik denk... Sst. Het is een geheim, Scoop. Bob weet van niks. Bob, ik zorg wel dat de garage afkomt. Je bedoelt, jij... Als baas? Ja, ik bedoel, je bent een goede leermeester en je hebt me alles geleerd wat ik weet. Kan ik dat wel maken? Nou en of? Trek maar gauw je nette pak aan, Bob. Ja. Goed. Muk, Lifty, we moeten aan de slag. Ja, Muk, Lifty, we moeten aan de slag. Oei. Dankjewel, Dizzy. Juist, ja. We zijn er. Muk, jij haalt de dakplaten op en geeft ze aan Lifty. Lifty, jij hijst ze op en... En wat ga jij dan doen, Scoop? Ik? Ik ben de baas. Oh ja, tuurlijk. Jij bent de baas. Goed zo, Muk. Rustig aan maar. Pas op, hoor. Voorzichtig, Lifty. Help je me niet even? Ik help toch? Ik ben de baas. Ik ben de baas. Ik ga even kijken hoe het gaat met de garage. Daar is na de lunch nog tijd genoeg voor, Bob. Ja, maar als ze nou... Rustig nou maar, Bob. Maar er kan van alles mis... Scoop en de jongens redden zich wel. Maar... Bob, dan wordt je goede pak vies en je komt te laat voor de soep. Oh, vooruit dan maar. Mooi. Nog even je das knopen. Dankjewel, Wendy. Oh, help! Doe maar, Lifty. Ja, hij ligt. Goed gedaan. Oké, Muk, kom maar met die laatste dakplaat. Ik hou hem niet. Pas op, Muk. Kijk uit. Het was maar een grapje. Ik liet hem niet echt vallen. Muk, we zijn aan het werk, hoor. Doe niet zo vervelend. Doe niet zo vervelend. Luister eens, Muk. Dit moet echt... Meneer Spijker. Hallo. Hallo, Scoop. Is Bob ook in de buurt? Ik kom naar de garage inspecteren. Bob is er niet, meneer Spijker. Vandaag ben ik de baas. Vandaag ben ik de baas. Ja. Bob en Wendy moesten naar een belangrijke lunch. En dus hebben ze mij de leiding gegeven. Goed zo, Scoop. Dan laat ik dan maar gauw beginnen met mijn inspectie. Juist, ja. Eens even kijken. Muren. 1, 2, 3 en 4. Klopt. Dak. 1. Klopt. Toereikendheid, breedte, inrijopening voor burgervaarlijk voertuig. Klopt. Tja, Scoop, dat lijkt allemaal wel in orde. Knap werk. Dank u wel, meneer Spijker. Oeps, bijna vergeten.
Is er nog iets, meneer Spijker? Ja, Scoop. Ik heb de automatische deur nog niet getest, hè? Oh, oh ja. Alsjeblieft, meneer Spijker. De afstandsbediening. Misschien een draadje los of zo? Maak je niet druk, Scoop. Het is vast een kleinigheidje. Ik kijk wel even. Maar ik doe wel eerst even mijn jasje uit. En mijn gouden horloge. Daar mag niks mee gebeuren. Dat was een cadeautje van de burgemeester, zie je. Kunt u het maken? Nou, nee, Scoop, stop! Oh nee. Oh nee, wat kraakte daar? Te laat, Scoop. Te laat. Ach, het viel eigenlijk nog wel mee. Ik heb lekker gegeten. En ik heb een schitterend horloge gekregen. Als dank voor al het werk dat ik dit jaar voor de stad gedaan heb. Wendy, wist jij hier soms van? Ja, maar het moest een verrassing blijven. Dat is je dan aardig gelukt. Kom, dan laten we het aan de anderen zien. Oh, ze zijn vast erg trots op je, Bob. Oh jee. Het spijt me, meneer Spijker. Ik zag niet het dat... Het geeft niets, Scoop. Iedereen heeft wel eens een ongelukje. Hey, kijk eens wat ik heb. Gekregen van de burgemeester voor... Oh nee, wat is er met uw horloge, meneer Spijker? Oh, Bob, het is mijn schuld, hoor. Ik keek eventjes niet waar ik reed en toen... Stil nou maar, Scoop. Het was een ongelukje, Bob. Mijn fout. Ik had het op de grond gelegd. Oh jee. Meneer Spijker, dit horloge is toch te mooi om te dragen als ik aan het werk ben, begrijpt u? Dus ik zou het erg fijn vinden als u het wilt dragen, omdat uw horloge kapot is. Ah, dank je wel, Bob. Dat is heel erg aardig van je. Daar ben ik erg blij mee. Goed zo. Dan ga ik maar weer eens... vergat ik bijna. De deur doet het niet, Bob. Tot ziens maar weer. Deur? Welke deur? De automatische deur. Meneer Spijker wilde hem maken en toen heb ik zijn horloge geplet. Oh. Stil maar, Scoop. Nee, logisch dat hij het niet doet. Er zitten geen batterijen in de afstandsbediening. Batterijen, natuurlijk. Prachtig. Wat zal de burgemeester blij zijn? Bravo, Bob! Ik wist dat je het kon maken! Ja! Oh, Bob, bravo voor Bob! Ja, bravo, Bob. Oh, wat is er met je, Scoop? Ik heb jullie teleurgesteld, Wendy. Ik kreeg het te hoog in mijn bol. Cabine. En ik heb meneer Spijkers een klokje geplet. En Bob is vast heel erg teleurgesteld. Ach, wel nee, Scoop. Het was een ongelukje. Eigenlijk is het mijn schuld. Ik had je niet moeten vragen om... Goedemorgen. Hallo, meneer Spijkers. Oh, Bob. Hallo. Zeg, ik denk dat het horloge dat je kreeg van de burgemeester... voor jou net zo belangrijk was als het mijne voor mij was. Dus, ik heb hem verteld dat dat ongelukje... dat je jouw horloge aan mij gaf. En dat hij was zo blij met zijn nieuwe garage... dat ik je dit moest geven. Oh, meneer Spijkers. Dank u wel. Scoop, eigenlijk heb jij dit verdiend. Jij moest ervoor zorgen dat de garage op tijd af zou komen. Wauw, dat is heel erg lief van je, Bob. Maar weet je het zeker? Ik was vreselijk bazig en... Ach, Scoop, zo erg was het niet. Ik vond het ook wel grappig. Ja! Hou jij het horloge maar, Bob. Trouwens, ik kan het toch nergens om doen. Ik beloof dat ik nooit meer bazig zal doen.
Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ik denk het wel! Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Hallo Wendy, lekker gewerkt vandaag. Ja hoor, boer Nijhoff. O hemel, is het nu alweer tijd? Muk, we zullen het pad morgenochtend verder af moeten maken. Betekent dat dat ik morgenochtend heel erg vroeg moet opstaan? Ik ben bang van wel, Muk. Oh nee. Ik weet wat, Muk. Dan blijf je toch slapen op de boerderij? Oh ja, wat een goed idee, Hector. Mag het, Wendy? Ah, toe nou. Tja, als het mag van boer Nijhoff. Natuurlijk mag dat. En alleen als je lief bent, Muk. Dat beloof ik, Wendy, echt waar. Vooruit dan maar. Hoera! Goed zo, Rolly, wij gaan naar de werkplaats. Oh, Muk, wat ben jij een bofferd. Dag allemaal. Ja, dag. 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 Ah, logeren is hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ziezo, de generator zit vast, Koop. Oké, Lifty, hijs de lampen maar op. Oké, Bob. Maar, Bob, waarom doen we deze klus 's nachts? Kijk, Lifty, het is veiliger om de tunnel af te sluiten. En de beste tijd om dat te doen is 's nachts, als er niet zoveel auto's rijden. Oké. Hallo, Wendy. Hoi, Rolly. Waar is Muk? Oh, die slaapt een nachtje op de boerderij. Oh, ja? Oh jee, als hij dan maar geen heimwee krijgt. Oh, dat komt wel goed. Heb je alles voor vannacht, Bob? Ja, denk het wel. Klaar, jongens? Zo te zien wil Titus ook graag mee. Kunnen wij het maken? Nou en op! Ik denk het wel, ja. Dag allemaal. Trust en Muk. Trust en Hector. Trust de boer Nijhoff. Lieve help. Hector, boer Nijhoff is weg. Oh, dit is leuk. Ja, het is reuze spannend. Ik heb nog nooit op een boerderij geslapen. Oh, is slapen in de stad dan anders? Ja. In de stad komen er altijd auto's en zo voorbij. En de straatlantaarns zijn de hele nacht aan. Dan vind je het hier zeker wel erg donker. Het is wel wat donker, ja. Oh ja. En stil. Ja, het is wel stil ook. Oh, help. Het blijft niet lang stil meer. Wat moet er gebeuren, Bob? Luister, Scoop, we moeten vannacht verlichting aanbrengen in de tunnel. Oké, Bob. Maar als jij eerst de afzethekken plaatst, dan zet ik met Lifty de bouwlampen neer, zodat we kunnen zien wat we doen. Zo, de kabels voor de lampen hangen tenminste. Hallo, Titus. Zo te zien heb jij wel pret. We moeten opschieten, Scoop. Bij ons blijven, Titus. Straks zijn we je kwijt. Oh jee. Oh, wat was dat? Hoorde je dat, Hector? Hector! Blauwe aardappelen. Ziezo, dat is de laatste. Nu even kijken of alles het doet. Niet aankomen, Titus. Denk erom, je mag nooit met elektriciteit spelen. Mooi. Alles lijkt in orde.
Goed. Dat was een klein geflikte kerkuil. Kom terug, Titus! Oh nee, Titus zit achter die uil aan. Ik ga hem zoeken. Het is gewoon de wind. Ja, dat is alles. Als ik een liedje zing, dan hoor ik die geluiden niet. Ik ben niet bang. Ik ben helemaal niet bang. Oh nee, het is een griezelig monster. Ik ga terug naar de werkplaats. Kom terug, Mac. Ik ben nog niet klaar met bang maken. Titus! Waar ben je? Oh, Mac! Mac, wat spook jij hier uit in het holst van de nacht? Het was zo donker op de boerderij en er waren eng geluiden en toen werd ik bang. Ach, God. Was Hector ook bang? Nee, die sliep, dus ik was helemaal alleen. Nu ben ik bij je, dus help me maar met Titus zoeken. Die is weggelopen. Oké, Bob. Ben jij dat, Mac? Een griezelig monster! Titus! Waar kom jij ineens vandaan? Zo, nu hebben we je. Dus gauw terug naar de tunnel en de klus afmaken. Mag ik vannacht bij jou slapen, Hector? Dankjewel, Hector. Nu nog even opruimen en Mac naar de boerderij brengen. Maar Bob, ik kan niet slapen in het donker. Stil nou maar, Mac. Ik heb een plan. Oh, fijn. Ben je klaar, Mac? Ja, Bob. Trusten allemaal. Welterusten, Mac. Welterusten, Mac. Slaap lekker. Wat? Oh jee. Is het nou al ochtend? Nee, Hector. Mac moet het licht aan, omdat hij bang is in het donker. Oké. Goed hoor. Oh nee. Het is te licht. Ik kan niet slapen. Nou, dat is beter. Wat een rust. Hier zitten geen griezelige monsters.
Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op, ik denk het wel. Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op. Zo, alles is ingeladen. Goed, Bob. Wij gaan het verkeersbord op de kruising plaatsen. Oké, Wendy. Ben je klaar, Lifty? Klaar, Dizzy? Kunnen wij het maken? Nou, en af! Ik denk het wel, ja. Goed zo. Dan gaan we. Dag. Hé, hey, Bob. Wat gaan we vandaag doen? Chamuk, je moet me helpen met een nieuw afdakje bij het huis van mevrouw Roonder. Maar we moeten nog even wachten tot Hector deze hoop puin heeft opgehaald. Links. Rechtdoor. Daar heb je hem al. En stoppen. Hector en Sput staan tot uw dienst. Hallo, Sput. Hallo. Hallo. Ah, Hector. Zeg het maar, Bob. Boer Nijhof heeft een nieuwe laag puin nodig voor op het erf. Scoop helpt jullie met inladen en Hector rijdt het naar de boerderij. Oh, is dat alles? Dat is ook niet erg spannend, zeg. Goed, Scoop. Kan ik het aan jou overlaten? Muk en ik gaan naar mevrouw Roonder. Voor de bakker, Bob. Schiet op! Schiet op! Vooruit! Goed zo. Volgens de kaart komt het bord hier. Dat moeten we meten met jouw kraan, Lifty. Oké, Wendy. Goed zo. Stop maar, Lifty. Oh, wauw! Dat is echt wel hoog. Oké, tijd om te gaan graven. Oh, ik vind er niks meer aan. De voetbal van Dizzy? Kijk, ik ga scoren! Oh. Kijk nou wat je doet, Sput. Oh, Dizzy wordt vast boos als ze merkt dat haar voetbal weg is. Hoe krijgen we hem daar nou weer af? Misschien moeten we even op Bob wachten. Ik weet wat! Wacht hier! Ziezo, we hebben alles, mevrouw Roonder. Nog even mijn gereedschapskist halen, dan kan ik beginnen. Oh, wat spannend. Oh, oh. Zo, dat moet diep genoeg zijn. Buis sla ik met de moker in de grond, dan blijft het bord mooi recht staan. Achteruit allemaal! Er gaan klappen vallen! Let op! Dat was niet grappig. Is het al bijna pauze? Ik heb honger. Nee, Sput. Eerst brengt Hector het puin naar de boerderij. Oh, moet dat echt? Ik ben te slap. Ik moet eten. Vooruit, Sput. Langzaamaan, Lifty. Nog een klein stukje. Dat is hem. Oh, en hoe ziet dat eruit, Dizzy? Hij hangt scheef naar deze kant. Zo beter? Dat is hem. Maar er is nog iets niet goed hoor, Wendy. Wat? Oh. Oh, wat dom van me. Hij staat verkeerd om. Oh.
Oh, Bob, wat een prachtig afdakje. Wat ben ik je dankbaar. Graag gedaan, mevrouw Roonder. Hier heb je 2 zelfgemaakte appeltaarten om je te bedanken. Eentje voor jou en eentje voor Wendy. Oh, lekker. Ze zijn een beetje aangebakken, maar met wat slagroom erop zijn ze heerlijk. Dank u wel, mevrouw Roonder. Wat een stukje vakwerk. Lieve help, Muk. Ik denk dat mevrouw Roonder cement heeft gebruikt in plaats van deeg. Sst. Oh, Bob, wat heb je dat prachtig gemaakt. Oh, blijf je nog even voor een kopje thee en wat spritsgebak? Speciaal voor jou gemaakt. Oh, nee, dank u, mevrouw Roonder. Ik heb het erg druk vandaag. Heel erg. En ik moet nog... kijken hoe het met Wendy gaat. Dag! Oh, dag, Bob. En nog bedankt, hè? Goed gedaan, Lifty. En jij ook, Dizzy. Jullie hebben allebei hard gewerkt. Vooruit, Hector! Sneller! Sneller! Ik kan niet sneller. De aanhanger is heel zwaar. Dat weet ik, Hector. Ik haak hem wel af, dan kun jij uitrusten. Nee, Sput! Niet doen! Nee! Alsjeblieft, Hector. Nu ben je gauw weer... Oh, nee! Hou je vast, Sput! Geweldig hoor, Dizzy. Hallo, Bob. Oké, Dizzy. Jij en Lifty mogen nu gaan. Ik rij wel naar de werkplaats met Muk. Oh, oké, Wendy. Dag. En jij tot straks, Bob. Dag! Ik heb een verrassing voor je, Wendy. Oh, echt waar, Bob? Appeltaarten van mevrouw Roonder. Ze zijn wel een beetje aangebakken. Oh jee. Wat was dat? Dat leek Sput wel. Oh, nee. Kijk uit. Het is Sput. In Hector's aanhanger. Opzij. En hij gaat recht op het verkeersbord af. Vlug, Wendy. Jij bakt deze taart. Oh, ik snap het. Klaar, Wendy? 1, 2, 3. Weg. Vaartwel. Vrede wereld. Is alles in orde, Sput? Ja hoor, prima. Ik was helemaal niet bang, hoor. Nee. Wat is er gebeurd? Sput wilde Hector helpen. Hij was zo moe, dus toen heb ik de aanhanger afgekoppeld. Daar is toch niks mis mee? Ja, we waren net bovenaan de heuvel. Oh. Oh jee. Ach, het is goed afgelopen. Toch? Kom mee allemaal, we gaan thuis wat eten. Oh, zij eten. Ik rammel. Heeft iemand alvast iets voor me? Heb je hier zin in? Met slagroom erop is hij nog lekkerder. En Rolly ook.
Lifty en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ik denk het wel. Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hoi Bob. En wat gaan we doen vandaag? Tja, Dizzy, meneer Spijker de bouwinspecteur heeft gebeld. De mensen parkeren hun auto dwars door de hele stad en nu raken de straten verstopt. En daarom gaan we vandaag een nieuwe parkeerplaats aanleggen. Wauw! Waar komt die parkeerplaats? Op dat open veldje vlak buiten de stad. Daar zet je dan je auto neer en dan loop je naar de winkels. Wacht even, Dizzy. Bob heeft je nog niet nodig. Jij blijft hier gezellig bij Lifty. Ik bel je straks nog wel, Wendy. Scoop en Rolly, jullie gaan met mij mee. Kunnen wij het maken? Nou en of! Ik denk het wel, ja. Oh, dit is dolle pret. Pas maar op, kraaien. Jullie zitten in het verkeerde weidje. Sput jaagt jullie weg. Ik ben de ergste vogelverschrikker van de hele wereld. Ik kan alles het beste. Ik ben super Sput. Boe. Boe. Weg jij. Boe. Hoor eens even, ik ben een hele enge vogelverschrikker en jij bent een vogel, dus jij moet van me schrikken. En nu wegwezen. Dus, boe. Ka, ka, jezelf, schiet op, scheer je weg. Ah, goedemorgen, mannen. Alles staat al klaar voor jullie. Dank u wel, meneer Spijker. Hier heb ik de tekening van de parkeerplaats. Oh ja, juist ja. Dat ziet er niet zo moeilijk uit, meneer Spijker. Welke naam moet er op dat bord komen? Ja, welk bord? Welke naam krijgt de parkeerplaats? Ah, goed zo, Bob. Dat was ik even helemaal vergeten. Ik moet nog een naam bedenken. Oh, laat het maar aan ons over. We bedenken wel een mooie naam. Dank je, Bob. Ik moet nu terug naar het stadhuis. Dus ik kom straks nog wel even kijken. Oké, jongens. We gaan aan de slag. En laten we dan meteen maar een mooie naam voor de parkeerplaats bedenken. Een naam? Wat dan? Suzanne of zo? Parkeerplaats Suzanne? Nee, net als de muziekschool. Denk nog maar even na. Boe! Ah! Hallo, Sput. Oh, nee. Sput? Sput? Dat is gek. Wat zou er aan de hand zijn? Goedemorgen, Sput. Heb je een nieuw vriendje? Welk vriendje? Die kraai. Dat is geen vriendje. En het is ook geen kraai. Het is een hele grote merel. Als jij het zegt, Sput. Hector, je moet me helpen. Ik kan hem niet wegjagen. Kijk maar. Ga weg jij. Oh jee. Nou, wat een deugniet. Lach me niet uit, Hector. Hallo Wendy. Hallo Bob. Dizzy mag nu wel komen. Oh, fijn. Ik zal Muk ook meteen met de strepenmachine meesturen. Dankjewel Wendy. Oh, één dingetje nog. We moeten een naam bedenken voor de parkeerplaats. Dan zal ik mijn denkmuts opzetten. Dag. Dag Wendy. Goed gedaan jongens. Jullie mogen terug naar de werkplaats. Is parkeerplaats Stoeprand geen mooie naam, Bob? Of parkeerplaats Hoge Heuvel? Oh, ik weet het. Parkeerplaats Dit Was Het Weiland. Ja. Hoe krijgen we die vogel hier nou weg, Sput? Boe! Oh, heeft je moeder je niet geleerd dat je moet schrikken van een vogelverschrikker?
Zeg, Sput, laat mij het eens proberen. Stop je vingers in je oren. Tja, Sput, hij vindt je zeker erg lief. Ik moet nu de mais van Boer Nijhof naar de markt brengen. Tot kijk maar weer. Wacht! Wacht, Hector! Ik heb een idee! Rij het pad af, Hector. Zo snel als je maar kunt. Wat ben je van plan? Dan waait hij van mijn hoofd af. Hallo, meneer Spijker. Goedemorgen. Harder, Hector! Harder! We zijn bijna in de stad, Sput. We moeten afremmen. Harder! Harder! Hij zit er nog! Oh, nee! Stop! Hou je vast, Wendy! Daar schrok hij wel van, hè, Hector? Puh, we zijn allemaal geschrokken, Sput. Lieve help, heeft iemand zich pijn gedaan? Oh, kalm maar hoor, Bob. Er is niks aan de hand. Phew, dat was bijna een ernstig ongeluk. Wat een rommel. Oh, Hector, hier ben je. Ik vroeg me al af waar je bleef. Al mijn mooie mais ligt op straat. Sput, Hector, wat hebben jullie gedaan? Het is mijn schuld, Boer Nijhof. Ik zei tegen Hector dat hij harder moest. Er was een kraai, weet u. We reden te hard. Ik zag Muk pas op het laatst. Hector zo hard laten rijden is erg gevaarlijk, Sput. Het ging maar net goed. Ja, Boer Nijhof. Het spijt me, Wendy. Het spijt me, iedereen. Ja, sorry. Allemaal. Zo, vogelverschrikkertje. Nu mag je de rommel opruimen. Oh, alsjeblieft, Sput. Dank je wel, Wendy. Kom, Muk. We moeten verder met de parkeerplaats. Oh, Wendy. Ik weet een mooie naam. Spuds Mais op straat parkeerplaats. Oh, dat is echt niks, Dizzy. Oh, en het is allemaal de schuld van die kraai. Allemaal. Wat is het mooi geworden. Ik mis nog maar één ding. Wat dan, Wendy? Gras. Ik heb zaadjes bij me. Dan kunnen we mooi om de boompjes heen zaaien. Oh ja! Goed idee, Wendy! Kijk eens even aan. Oh, goed gedaan, Bob. Dit wordt wel de allermooiste parkeerplaats in de stad. Nu nog een naam. Weten jullie al wat, misschien? Tja. Oh jee, oh jee, oh jee. Kijk nou toch eens even. Allemaal kraaienpootjes op onze nieuwe parkeerplaats. Ik heb het. We laten ze gewoon zitten en noemen dit parkeerplaats kraaienpootjes. Oh ja, Bob. Wat een prachtige naam. Ja, goed gedaan allemaal. Dit heet parkeerplaats kraaienpootjes. Ben je klaar, Sput? Ah, mooi. Dan mag je nu terug naar je weitje. De vogels verschrikken. Oh ja, Boer Nijhof. Ik ga meteen, Boer Nijhof. Sput, klaar de klus. Wacht even allemaal. Wat is er, Wendy? Mogen we Sput even lenen? Natuurlijk mag dat. Dat is wel het minste wat hij kan doen na al die narigheid. Dank u wel, Boer Nijhof. Waar heb je hem voor nodig, Wendy? Ik heb net gras ingezaaid, dus nu moet een vogelverschrikker de vogels wegjagen. Ach ja, het is weer eens wat anders dan mijn weitje, zal ik maar zeggen. Ik ben benieuwd of de eerste auto al gauw kon parkeren. Oh nee, niet jij weer. Sput, klaar de klus.
Izzy en Rolly ook. Lifty en Wendy gaan weer los. Bob en zijn maatjes maken lol. Werken ze samen, is niks te dol. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ik denk het wel. Titus en Bert, Hector en Sput. Kijk ze eens spelen, dat vrolijke grut. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Bob de Bouwer, nou en op! Ja. Goedemorgen allemaal, opstaan! Goedemorgen Bob, hallo! Ja. Goedemorgen! Bob! Er heeft iemand honger, geloof ik. Trek een ontbijtje, Titus. Je bent toch niet vergeten wat voor klus we vandaag hadden, Bob? Oh, hallo Wendy. Tuurlijk niet. Wat voor klus? We gaan vandaag die serre aanbouwen voor meneer Bieshaar. Oh ja. Ja, natuurlijk. Hector zal zo wel komen met de stenen, denk ik. Oh, gaaf! Stenen! Dat is een klusje voor mij! Momentje, Dizzy. Zover zijn we nog niet. Oh. Wendy moet eerst de fundering nog uitgraven. Inderdaad. Kom mee. Scoop, Mux. Oké, Wendy. Ik kom, Wendy. Kunnen wij het maken? Nou en of! Ik denk het wel, ja. Wij wachten tot Hector er is met de stenen. Goedemorgen, Bob. Hallo, Hector. Hé, hey, te gek! Stenen! Ja, heel goed, Dizzy. Dan kunnen we nu de anderen gaan helpen. Yippie! Hoe gaat het? Oh, Scoop is bijna klaar met het uitgraven van de fundering. Oh, dan zal ik maar gouden stenen uitladen. Titus doet een beetje vreemd. Oh jee. Wat doet hij dan precies? Oh, ik snap het al. Hij heeft honger. Bob is daar ontbijt zeker vergeten. Sorry, Titus. Ik heb geen blikopener. En al had ik er een, ik kan er toch niet mee overweg. Ik denk dat hij Bob gaat zoeken om te zeggen dat hij honger heeft. Oh jee, maar dat is gevaarlijk hoor. Titus! Oh, te laat, Lifty. Hij is al weg. Daar krijg je dorst van. Kopje thee, Wendy? Oh ja, graag, Bob. En een boterhammetje zou er bij mij ook wel in gaan. Wendy kan heel goed metselen, hè, Bob? Ja, dat kun je wel zeggen. Oh, heb je nog cement nodig, Wendy? Nee hoor, we hebben nog wel even genoeg, Dizzy. Alsjeblieft. En een boter. Oh, dat is gek. Wat is gek? Ben je iets kwijt, Bob? Ja, ik weet toch zeker dat ik mijn broodtrommel... Ah,
Wat? Wat is er? Zo, sorry, Bob. Oh, nee, Wendy. Ik denk niet dat meneer Bieshaar erg gelukkig zal zijn met een serre van broodtrommeltje. Oh, nee. We zijn bijna klaar. Oh, ga jij maar vast met Hector het dak ophalen. Goed idee, Wendy. Toch, Hector? Voel je je wel fit? Zo fit als maar kan, Bob. Kom mee. Hallo, Titus. Ik weet wel wat jij wilt. Ik moet je even achter je oor krabben, hè? Zo, dat vind je fijn, hè? Nou, dag hoor, Titus. Oh, ziezo. Dat is klaar. Muk, ga je Lifty eens gauw halen? Hij moet het dak straks op zijn plaats leggen. Ik ben al weg, Wendy. Tarzan? 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 Oh, waar zit die rare hond toch? Nou ja, hij komt wel als hij honger krijgt. Hector, kijk uit! Titus! Haal jij kattenkwaad uit? Oh, Titus, ik ben je ontbijt helemaal vergeten. Het spijt me. Komt wel goed. Straks op de bouwplaats krijg je iets lekkers van me, beloof ik. Ik heb boterhammen met tonijn. Hoi, Wendy. Kijk eens wie ik heb gevonden. Titus. En hij heeft reuze honger. Kom maar, Titus. Dan krijg je een lekker... Huh? Oh, wilde je nog een boterham? Oh jee, ik eet de laatste net op. Moet ik dat ophijsen? Oh. Ja, Lifty, maar geen paniek, dat kun je best. En hoe eerder, hoe beter. Titus heeft reuze honger. We moeten zo snel mogelijk naar de werkplaats om hem eten te geven. Arme Titus. Ik dacht al dat hij hier was, dus ik heb zijn bakje en een blikje kattenvoer bij me. Wat goed van je, Lifty. Lifty, je hebt zeker geen blikopener bij je, of wel? Oh jee! Sorry, Titus! Oh, Bob, suffie toch. Wat? Je kunt hem toch gewoon aan de ring opentrekken? Oh, je hebt gelijk. Ontbijt, Titus! Zo, Lifty, tijd om het dak erop te leggen. Oh jee! Toch dat je kon. Het is gelukt, hè? Goed, hè?